Hallo. Hoi. Gisteren die gekocht, maar hij brak. Dus ik denk dat het een fabricagefout is. Oh, dat is een... ja, dat is niet. Lijkt ook... In principe mag dat niet, hè. Het is ook gietijzer, eigenlijk een beetje... Ja, dat weet ik. Komt dit vaker voor? Nee, nog nooit gezien. Want die... als je hem normaal gesproken... als je hem er goed op zet, helemaal recht... en hij prikt nergens... dan had je wel een goede dingetje, een goede asje erin zitten. Nee, dat is zo, hè? Ja. Dat is alleen die. Ja. Moet je eens kijken, wat ik doe is, ik geef je gewoon een goed vorm, kun je hem niet bepakken. Ja. Maar je moet eens kijken of dit... dit asje, zeg maar, of dat gelijk is aan de dikte van de ketting. Want anders, wat je anders gaat doen, is als je hem gaat draaien, en hij zit niet goed hierin, ja, draai, door die hefboombeweging. Hij drukt het pinnetje half vooruit en toen knap. Ja. Dat is een racefietsketting. Ja, het kan zijn dat die pinnetjes dunner zijn dan dit. Ja, dat leek toch even dik. Ja, nou goed, moet je eens even kijken, maar dit komt dus gewoon door de hefboomwerking. Dat je dat kracht op blijft zetten, ja, dat is een grote aluminium, maar een keer is die weg, ja. Ja. Wanneer weet jij of een ketting van een racefiets, hè? Daar heeft die dunnere, die status, hebben die dunnere asjes kunnen lezen. Moet je dat spul helemaal niet anders doen? Nee, ja, goed, dat is heel erg. Kijk, want dat... Dat zeg ik toch al van tevoren? Oh, waarom zeg je dat dan? Je hebt gisteren bij de afjes gestaan, zeg. Ze hebben dat niet. Dus waarom? Dan zit je mee een beetje... Daarbij wordt het gefilmd als je binnenkomt, dus ze zien dat je die afjes hebt. Heb je wel losgekregen, de ketting of niet? Nee, ik kom er half uit. Dus kijk of het nu beter gaat. Ja. Een goed bonnetje aan de nieuwe kastenbord. Ja, dankjewel. Tot ziens, hè. Jo, hoi. Hey, dat zei ik van tevoren, hun verkopen deze niet. Dit maar echt.
Dus nu weer ketting breken. Ik ben benieuwd of ze ook bellen van die gemeente. Of de gemeente ook gaat bellen. Lachen, ze heb je eigendom en dan dat gezeik van het willen afnemen. Ja. De hoogte klopt. Ja. Die niet meer. Ja. Op dezelfde plaats ongeveer. Dat is Nico. Goed, dat was Nico. Gedestilleerd water voor accu's bij te vullen. Als de accu droog wordt, gaat het kapot. Je kunt er zoveel tijd niet veel bij vullen. Het is wel een hele grote wagen. Ja, dat vind ik. We hebben veel meer afgekregen dingen. Om te beschermen. Zo, als die valt, kan niet lek gaan. Hé, hey, gaat u maar. Twee accu's en die is teruggebracht. Ja. Die is dat geleerd, zo'n gewonnen. Thank you.
Wat? Ik sta niet af van mij, ik moet zijn. Nee. Ik heb mijn handen niet. Weet je een saldo gaf hij aan? Ja. Kom, ik heb een saldo. Dat is een rotwagen, hè? Ja, ik heb een niet. Weet je een saldo? Ik kan niet. Je hebt toch niet via WhatsApp gedaan, hè? Nee, ik heb niet. Mensen die fiets hebben gekocht kwamen wel betrouwbaar over. Je hebt toch geen pincode of zo gegeven? Nee, je zegt hij gaf aan te weinig saldo. Dat betekent te weinig saldo, dat hier uitgelezen is toch? Ja. Nou, we gaan niet kijken. Bijna 130 euro. Die jas uit doen, maar dat kan ik niet doen. Nee, want ze kunnen bellen van die gemeente, die klootzakken. Ja. Nee, vooral. Ja. Zij de rijders niet zijn. Ja, als iets kapot is.